is, buiten is het koud, maar van binnen word je warm. En dat geldt zeker vanavond. Waarom? Ja, het is vanavond is het echt, het is waanzinnig. Kijk om je heen, je ziet hier 500 mensen die samen eten, die helemaal blij zijn. Ze komen binnen, ze krijgen een hartje op. En ja, het is echt, doe het hartje aan en je gaat groeien. Het is niet waar, maar het is het wel. En dat maakt het heel tof. Het zijn mensen die elkaar niet verstaan, die zoals je hoort is heel stil. Het is een silent disco, omdat op vier tafels worden er vier verschillende toneelvoorstellingen gespeeld. Iedereen heeft een koptelefoon op en kijkt naar degene die op dat moment op tafel voor hem staat. Oh, er is ook alles gaat op tafel, je staat ook niet om de tafels heen. En doordat je dus de taal niet snapt, snap je wel het eten, snap je wel de kunst, snap je wel, nou ja, de warmte. Ja, er zit hier een koepel met 400 vluchtelingen. Mensen uit Eritrea, mensen uit Syrië. Ja, daar moeten we wat mee kunnen doen. Wij brengen de gezelligheid in de wijk. En zij brengen cultuur en kunst bij de burger. Even chic gezegd. So nice, I got it here. Wow, I feel good. Herlika. 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 In Syrië hebben ze dat. En dat heet, die groente, dat heet melfouf. En dat is zuurkool. Hoe bijzonder is dit eigenlijk? Ja. Nou, ze kennen het uit Syrië. Ze vinden het lekker. Hij vindt het heel lekker. Hij eet het normaal ook in Syrië. Hoe bijzonder is dat dit plaatsvindt? Irak, dan gaan ze kennen het Mahmoud van Hollande. Heel erg van, nou, misschien echt, als we in Lele. In Lele, ha, Jayida, Koyisa. Koyisa, oui. Mooi, heel mooi. En she's deed. En voor hun is het iets nieuws. Ja. Iets nieuws om gewoon dit mee te maken.